einde van het jaar nadert en traditiegetrouw nemen we dan de voorspellingen voor komend jaar door met paragnost Lisbeth van Dijk. Maar nu heeft een tweede paragnost zich gemeld. Paragnost Jan. Die, jawel Jan, je hebt jezelf gemeld. Die wil ook even de voorspellingen met ons doornemen en wil zijn licht laten schijnen over komend jaar. Ja. Toch? Jullie hebben zich bij mij gemeld en ik niet mezelf. 2024, wat voor jaar gaat het worden? Ik denk in zijn algemeenheid een heel zwaar jaar. En dan denk ik meteen, kijk, als we het over voorspellingen hebben, je kan dat nooit meten of wegen gevoel. Het is geen hogere wiskunde, maar dan denk ik meteen aan de Rotterdamse haven. Dat daar calamiteiten zullen plaatsvinden. Oh, je begint lekker gelijk. Gewoon gelijk stevig erin. Ja, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat we een beetje positief moeten blijven. En dat ben ik ook. Want dan denk ik heel sterk meteen aan de jongeren die een partij gaan oprichten. En niet om te polariseren, maar echt zoekend op een hele positieve manier naar oplossingen. Concept is wel dat ik dan vragen stel van, over bepaalde onderwerpen en dat jij dan je voorspelling doet. Want nu verschiet je al een beetje je kruid. Oké. Ik brei het een beetje aan elkaar natuurlijk. Ik krijg het gevoel dat daar een soort magneetbom wordt zal ontploffen. En waardoor alle verbindingen, elektronische verbindingen wegvallen. Waardoor een chaos ontstaat. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren, maar het is wel een beeld. Ja, ja. En hoe komt u aan dit beeld? Ja, dat kan elk moment van de dag kan dat komen. Of als je aan het autorijden bent, dan krijg je opeens een soort ingeving. En wanneer gebeurde dit? Wanneer kwam de ingeving van de magneetbom in de Rotterdamse haven? Ik zou het niet precies meer weten, maar volgens mij, als ik me goed herinner, was het tijdens autorijden. Hallo, Lisbeth. Hoi. Je bent vervangen eigenlijk, hè? Door wie ben ik vervangen? Door Jan. Oh, ik ben blij. Ik ben echt zo blij. Vind ik zo'n brede vraag. Wat voor jaar wordt het? Misschien kan je wat specifieker vragen stellen. Wat voor jaar wordt het? Alsof je een soort euro ingooit en denkt, het wordt jaar. Weet je, misschien moet je het op... Vaak is dat wel zo toch bij jou? Ja. Dat je er een euro ingooit en er komt allerlei onzin uit. Ja, omdat ik jou niet wil teleurstellen. Want jij wil alleen maar onzin horen natuurlijk. Nee, ik wil gewoon horen wat voor jaar het wordt en wat we allemaal gaan meemaken als land zijn. Okay. Dat ding... Joost Klein, Songfestival. Hoe gaat hij het doen? Nou, die gaat het best wel grappig doen. Okay. Ja. Ik heb dat ook voorspeld, ja, weet ik veel waar, dat het Songfestival het goed zou doen. En toen kwam Joost opeens. Okay. En ik vind het wel, ja... En waar heb je dat voorspeld dan? Want ik kan me dat niet herinneren dat je dat hebt gezegd. Ja, goed, jij volgt mij natuurlijk niet. Ik gaf soms in de privé. Okay. En nog één keer naar dit, dan sla ik dat ding echt zo bam op je hoofd. Ja, lach maar. Totdat jij aangifte tegen mij gaat doen. Nou, dat ga ik zeker doen. Jarenlange vernederingen door Jeroen... Pakt ze mij eigenlijk aan. Wie wordt de volgende premier? Mona Keizer. Okay. Die wordt overal genoemd. En ik kan het 100% bewijzen dat ik via Paravisie, dat is ons lijfblad, zal ik maar zeggen, op paranormaal gebied, staat dat daar vooraf al afgedrukt. Okay. Ik moet maar iedere week ik mijn leven met dat stomme blauwe ding in mijn gezicht. Heb je al gedronken eigenlijk? Ja, ik heb al 3 flessen witte wijn op. Maar dat idee had ik al. Ja, kun je dat merken? Ja. Ja. In mijn ooghoek zie ik het ook staan namelijk. Ik zag jou al komen. Ik dacht, ja, maar je zit er lekker in. Ik zit er lekker in. Ja, kun je dat niet voor elke opname doen vanaf nu? Wat zit je te wiebelen met je been? Oké. Maar het is 2000... Ben je dronken? Nee. Het EK voetbal. Wie gaat er winnen? Weet je wat het is? Wie er gaat winnen, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik denk dat... Roep eens een land. Ik denk dat Nederland het heel erg moeilijk krijgt. Oké. Okay. Dat is geen leuk bericht. Dat is helemaal geen leuk bericht. Daarvoor verdiep ik me maar niet te veel erin. Nee. Maar wij willen een leuke oranje zomer, weet je wel. Vlaggetjes in de straten, dat soort werk. Maar het is snel klaar, zegt u. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Weet je wat boven komt drijven als we het hebben over iemand die, of een partij die heel ver komt? Dat is Italië. Lisbeth van Dijk, hoe kijkt paragnost Jan eigenlijk aan tegen Lisbeth?
weet je, ik heb helemaal over een ander mens wat dat betreft op geen één mogelijke manier mening. Maar nu klinkt u net als een politicus. In principe is er ook concurrentie, toch? Ik bedoel, jullie hebben allebei een praktijk, jullie hebben cliënten. Of moet ik dat niet zo zien? Nee. Ik zal niet zeggen wat je moet, maar zo bekijk ik het zelf helemaal niet. Waarin bent u anders? Ieder mens is anders. Zeker als we het over het paranormale veld hebben. Dat is een heleboel verschillende bloemen, zou ik maar zeggen. En als we het over onkruid... Wat voor bloem is Lisbeth van Dijk? En als we het over onkruid hebben, dan... Onkruid kan ook hele mooie bloemetjes hebben. Vergelijkt u Lisbeth van Dijk nou met onkruid? Nee. Ja, dat deed u even. Nee, dat leg je zelf. Jawel, Jan. Nee. Ja, u begon zelf over het woord onkruid. Nee, ik zeg het veld. We hebben het op tape. Het veld van bloemen kan bestaan ook uit onkruid. Ja, maar dan kunt u ook een zonnebloem noemen of een mooie tulp, maar u zegt onkruid. Nee. Nou probeer je een beetje de maling te leven, maar dat lukt niet. Ik hoor toch weer iets Spaanstalig wat gaat winnen. Ik hoor altijd maar Spaanstalig. Ja. En wat zei Jan? Maar het is een EK-voetbal, dus dan is het sowieso Spanje dan. Want er is één Spaanstalig land dat meedoet. Ja, nou, dan wordt het Spanje. Zo makkelijk gaat de voorspelling. Ik heb er al heel veel dagen over nagedacht, want ik kreeg alles al van jullie binnen. Jan zei dat Italië ging winnen. Okay. Ja, misschien denkt Jan dat Spaans-Italiaans is. Dat kan natuurlijk. Oh, ja. Wie wordt de spits van Oranje? Om ze echt tegen elkaar uit te spelen. Nee, helemaal niet. Drama. Wie wordt de spits van Oranje? Het wordt zo'n hilarisch filmpje. Jan zegt niet, Lisbeth zegt dat. Wie heeft ze gelijk? Lisbeth, wie wordt de nummer 9 van Oranje? Wie wordt de nummer 9 van Oranje? Wie wordt de nummer 9 van Oranje? Wat bedoel je daarmee? De rechtszaak van Marco Borsato. Wat gaat er gebeuren, Jan? Ja, weet je, als je het... Mensen hebben daar allemaal een mening over en niemand is er natuurlijk bij geweest. Gaat hij straf krijgen? Hè? Wordt hij veroordeeld? Ik denk dat hij het wat dat betreft heel moeilijk gaat krijgen. Dus ja? Ja. Weten we ook wat voor straf of is dat een te moeilijke vraag voor paragnost Jan? Dat we dat aan de rechter over moeten laten, daar heb ik geen idee van. Maar het gaat niet zonder kleerscheuren. Hoe gaat Wilders het eigenlijk doen? Dat is toch een beetje de man of the hour, hè? Hoe gaat Wilders het in 2024 doen? Nou, ik denk waar ik me het meeste zorgen om maak, dat is zijn beveiliging. Ja, ik moet even voelen, want dat had je nog niet gevraagd. Voel maar. VVD blijft heel moeilijk doen. Ook omdat ik het gevoel heb dat er onderling heel veel strijd is. Het ene zegt, je moet wel met me gaan samenwerken. En de ander zegt, nee, niet. En ik heb het gevoel dat zij zich terugtrekt. Okay. Maar dat er een nieuwe naar voren komt bij de VVD. Want het gekke ervan, ik zie die VVD uiteindelijk toch wel weer terugkomen. Ja. Ik kan daar niet... In een kabinet ook wel. In een kabinet, ja. En dan niet gedogen, maar echt meeregeren. Echt meeregeren. Zwaar meeregeren. Lisbeth bereidt nooit echt iets voor, heb ik het idee. Maar ik zie hier dat u gewoon... U heeft uw huiswerk gedaan. Ja, natuurlijk. Dat is belangrijk. Als we het hebben over de auto van Willem-Alexander, die verlengde Audi... Daar komt schade aan. Daar komt schade aan. Dat is ook niet helemaal fijn. Okay. Dat staat genoteerd? Dat staat genoteerd. Ja? Okay. Dan is het over de drones. Wat? Drones. Van die, drones? Drones, ja. Ja. Die worden zo groot als een vlieg. Dus heel, hele erge kleine drones. Oké. Prins Harry, ik denk dat hij een afschuwelijke heimwee gaat krijgen. En dat hij heel slecht tegen de plastic Amerikaanse maatschappij kan. En ik denk dat hij uiteindelijk weer terug zal keren naar Engeland. Kan allemaal anders zijn natuurlijk. Ja, kan het zo mooi aan jullie, hè? Ja, kan altijd anders zijn, maar, uw job is om het te voorspellen. Ja, nee, maar kijk, weet je, dan zou ik meteen de hoofdprijs van de staatsloterij voorspellen. Ja. En dan zou ik zeggen, dat nummer moet je doen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is geen optelsom. Oké. Ja, dat was hem dan. Zeg jij het maar, jij bent de baas. Nee, heel erg bedankt. Oké.